mensen van Dark Dragon Gaming TCD. Ja, ik heb een nieuw kanaal. En ook gelijk voor mensen van Dark Dragon Gaming. Dit is even een klein update. Ja, ik doe me een beetje met mijn hoofd gek, ik weet. Maar ik dacht bij mijn eigen... Hey, ik wil heel veel met kaarten doen. En ik vind het zelf leuk. Ik dacht, waarom doe ik geen nieuw kanaal? Ja. Ik heb nog... ik kan wel even laten zien... Hier heb ik nog, kijk, ik heb hier nog twee decks, allebei gaat apart erop. En ja, ik kan wel even de voorkant laten zien. Ja, jullie zien het, maar het zijn twee goede Yu-Gi-Oh! Decks, waar ik hartstikke blij mee ben. En ja, en dat wil ik even zeggen, en voor mensen die eigenlijk nu... op TCG of op GameX zitten, ja, ik noem het even de achterkant, ik ben Herman, ik ben 20 jaar en ja, en ik doe gewoon games en Yu-Gi-Oh! En alle kleine kaart games. En als je zegt, hey, kun je dat die kaartspel eventjes laten zien, ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet, en ga ik opzoeken. Zo simpel is het. Ik doe van alles nog wat. Ik ben een kaartenfreak en dan blijf ik ook. Ik kan wel even laten zien. Ik kom op. Daar. Jullie zien het al. Ik heb die doos hebben jullie gezien. Maar kijk, ik heb alles netjes. En dan heb ik ook nog. Waar een bord op staat heb ik Yu-Gi-Oh kaarten. En ik krijg morgen mijn sleeves binnen. Ja, er zijn. Ik kan het wel even laten zien. Er zijn deze kringen. Ja, folies, hoe je het ook noemt, dan bescherm je kaarten. En ja, en de oude video's die ik op mijn dag met Kim, die zat in de afspeellijst. Ja, in de afspeellijst. Dacht ik van, oké, dat vind ik mooi. Maar oké, dan zou ik zeggen, als jullie hier nieuw bent, doe een duimpje als je het leuk vindt. Als jullie mee willen zien, zie ik jullie de volgende keer. Doei doei!